Raadsman Erwin Kanhai heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding van ex-governor Robert van Trict. Het Openbaar Ministerie verdenkt de ex-governor van 7 strafbare feiten. Uit de dagvaarding blijkt dat hij onder meer verboden handelingen zou hebben gepleegd en of besluiten zou hebben genomen die tot ernstige financiële schade voor de staat Suriname hebben geleid. Van Trict staat terecht als governor van de Centrale Bank van Suriname, tezamen en in vereniging van Ashwin Angu, managing partner bij Orion Assurance and Advisory, Hans Buysen, managing partner van de Clearfield Belgium NV en Gilmour Hoefdraad als minister van Financiën. Nou, er is een dagvaarding uitgebracht waarin de 7 strafbare feiten zijn opgezond. Tegen die dagvaarding hebben wij een bezwaarschrift ingediend. En dat bezwaarschrift is intussen door de rechter die de zaak moest behandelen, ongegrond is afgewezen. We zijn nu in de stand waarin we in appel zijn. Dus we hebben geappelleerd tegen die beslissing van de rechter. Dat betekent in eenvoudige termen, we zijn in beroep gegaan tegen die afwijzing van de rechter. In eerste aanleg van de kant van de rechter. En we wachten nu op een datum om dat beroepsschrift te behandelen. Het OM diende op 23 april een vordering in bij de Nationale Assemblée om de derde verdachte Hoefdraad als politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij ook vervolgd kan worden. Het parlement wees dit verzoek echter af. We vroegen Kanhai naar een reactie hieromtrent, maar uit ethische overwegingen onthield hij zich van commentaar. Weet u, er is een eerder regel in de advocatuur. En dat is dat we niet over zaken van andere advocaten gaan praten. Ik ben niet de advocaat van meneer Hoefdraad. Ik weet dat een collega zijn zaak doet. En ik wil me houden aan die eredigers om niet over die zaak van meneer Hoefdraad te praten. Omdat ik niet weet in hoeverre ik mijn collega in de wielen, mijn oude collega in de wielen ga rijden. Okay. Dus daarom wil ik er ook niet over praten. Verschillende mensen hebben me daarover al gevraagd, maar ik ga me strikt houden aan de regels van de advocatuur. Oké, dat is begrijpelijk. Meneer Kanhai, hoe lang denkt u dat deze zaak van Trict gaat... Dat is helemaal afhankelijk wat het Hof beslist over dat beroepsgericht. Dat is ingediend tegen die beslissing van de kant van de rechter. Oké, intussen blijft hij achter de tralies. Ja, er is een de rechter in dat bezwaarschrift dat we hebben ingediend, is dat wel gelast. We betwisten dat die rechter die bevoegdheid heeft. Maar goed, we hebben die vraag nu voorgelegd aan het Hof van Justitie. Erwin Kanhai, raadsman van ex-governor Robert van Trict. Hij heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding van de ex-governor.